Ja, als je terugkijkt, 30 jaar geleden en nu, de wereld is totaal veranderd. Je hebt een mobiel bij je, daar komt ook alle e-mail op binnen. Ik kan internet erop volgen. Uh, je bent eigenlijk permanent bereikbaar. Je kan het gelukkig zelf ook controleren. Als je het uit wil zetten, kun je het ook uitzetten. Uh, mijn kinderen werken nu met laptops. Als die een stuk moeten maken voor school. Dan scannen ze zelf eh, internetbibliotheken af, Wikipedia's, eh, bronnenonderzoek. Waar je vroeger uren voor in een bibliotheek moest zitten, moest wachten voordat je een boek kon halen. Eh, ja, die wereld is totaal veranderd. Je moet ontwikkelingsdenken, eh, je moet de kansen zien, de mogelijkheden. Tegelijkertijd zeg ik erbij eh, ook bewust zijn wat die nieuwe technologie je brengt. Want ik zie soms ook eh, de andere kant ervan. Je moet zo vroeg mogelijk die verantwoordelijkheden ook bij de gebruiker zelf aanbrengen. Want als je slordig bent, dingen niet goed doet, je wachtwoord afgeeft, ja, dan ben je kwetsbaar. Als je dingen op internet zet, filmpjes, eh, eh, zaken over je persoonlijk leven, dan weet je in feite dat het alle kanten op kan gaan. Dus die bewustwording. Bij consumenten, ook in de zakelijke markt, bij het midden- en kleinbedrijf. Die is cruciaal. Um, maar dat mag geen rem zijn om de uh, kansen en de mogelijkheden ook verder hun gang te laten gaan. En ik geloof nog steeds dat ook in het persoonlijk leven uh, de nieuwe technologie internet nog maar net zijn intrede heeft gedaan.